Tevens vinden wij het belangrijk dat de service en de dienstverlenende instanties optimaal moet zijn. Wij vragen dan ook nadrukkelijk om uitprintmogelijkheden op werk en inkomen. En in de stadswinkels. Dat wordt nu eruit gehaald. Het kan niet zo zijn dat je van de gemeente een hulp moet aanleveren als je een WW-aanvraag, een bijstandsaanvraag hebt. En je eigenlijk doorverwezen wordt naar de Albertijn om daar maar te gaan uitprinten. Tilburgers die al weinig te besteden hebben, moet je niet extra op kosten jagen. Wij kunnen het nog niet digitaal ontvangen. Dat is ons manco, dat wij dat nog niet digitaal kunnen. Dan moet je ook zorg dragen dat de bewoners op de juiste manier voldoende dienstverlening krijgen om dit ook in orde te maken. En ze niet op extra kosten jagen. Dus wij vragen nogmaals nadrukkelijk, zorg voor uitprintmogelijkheden bij werk en inkomen, bij stadswinkels. Zorg dat je dienstverlening aan de desk zo goed mogelijk is. Haalt de heer Theus aan. De printmogelijkheden bij de stadswinkel en bij werk en inkomen. Maar het gaat om de stadswinkel, wil ik een iets algemener antwoord geven, omdat ik weet dat we ermee bezig zijn om te kijken hoe we dat als het ware kunnen meenemen in het vervolg van de verdere inrichting van de stadswinkels. Dus dat is op zich een redelijk makkelijk antwoord. Dus daar maak ik me op deze manier makkelijk mee af. Daar komen we nog even op terug wat mij betreft. Als we daar meer inzicht over hebben in wat, wanneer en hoe we daar kunnen gaan doen. Waar het gaat om de afdeling werk en inkomen ligt die wat ingewikkelder. Even los van omdat dit namelijk een inhoudelijke afweging raakt die destijds bewust is gemaakt. Niet in deze commissie, maar in de commissie sociaal. En dat gaat erom, wie is er nou verantwoordelijk voor het op orde hebben van zijn of haar dossier in het kader van werk en inkomen. En dat is ten principale de klant. En als je dus als klant bepaalde stukken moet aanleveren, dan behoor je daar dus zorg voor te dragen. Dat is de afspraak zoals wij die maken met onze klanten. Klanten komen voor een uitkering. En klanten die behoren dan een aantal dingen te leveren. Op het moment dat zij daar ernstige problemen bij ondervinden, bijvoorbeeld omdat zij dakloos zijn en dus ook geen printer in hun huis hebben staan, ik noem maar wat, dan is dat op dat moment een punt wat kan en moet worden besproken. Hoe tackelen we dan toch dat u deze printjes kunt voorzien? Maar het is een bewuste afweging geweest in de commissie Sociaal, destijds bij de implementatie van dit beleid, om ook de klant daadwerkelijk die verantwoordelijkheden te geven. En daarmee dus de inrichting bij werk en inkomen daarmee niet op in te richten. De heer Theus voor Tilburg toch met een vraag hierover. Nou ja, vraag, opmerking, bestempel het hoe je wil, maar van die afspraak bij Sociaal, daar was ik niet van op de hoogte dat daar die afspraak lag. Maar ik wil de wethouder dan toch vragen om dat te herzien. Want als je het over dienstverlening hebt, heb je het ook over meedenken met de klant en het helpen van de klant. En dat doe je op deze manier niet. Ik heb vorig jaar zelf het traject doorgemaakt, ben ik ook eerlijk in. Ik heb zelf in de bijstand gezeten, ik heb zelf het hele traject meegemaakt. En als je ziet hoe daar de dienstverlening loopt, dat is ronduit slecht. Laat ik het gewoon, in ieder geval in mijn optiek, mijn ervaring persoonlijk, is het gewoon niet goed. Je wordt gevraagd zoveel documenten aan te leveren. Ik ben naar de copyshop gegaan, ik ben niet hier gaan uitprinten, omdat dat mijn integriteit, vind ik dat niet fijn om dat hier te gaan doen. Moet ik naar een copyshop, ik heb geen printer thuis. Ben gewoon bijna 8 euro kwijt om alles uit te printen. Dat vraag je dus van al die Tilburgers die eigenlijk dit traject in moeten gaan, die geen printer thuis hebben, om dat maar even op te hoesten. Die mensen komen niet voor niets bij de bijstand terecht. Die zitten al met een probleem. Dus ik vraag nogmaals aan deze wethouder en ook aan de dienstverlening, ga hier iets mee doen. Want dit kan op deze manier gewoon niet als je sociaal wil zijn. Wethouder De Ridder. Ja, dank u wel, voorzitter. Kijk, het is zo, en dat zo zou het in ieder geval mij betreft moeten zijn. En dat, daar wil ik de heer Theus wel gelijk geven. Als iemand daadwerkelijk niet in staat is om te printen, om wat voor reden dan ook, dat heb ik ook gezegd, dan vind ik dat daar gelegenheid aan moet worden geboden. Maar wij moeten niet werk en inkomen tot een algehele copyshop maken. Dat zou niet goed zijn. En dus wij moeten op maat moeten wij vervolgens kijken naar wat is er nodig in dit geval dat deze klant op een goede manier kan worden geholpen. Ook bij werk en inkomen, dat ben ik met de Theus eens. Maar dat moet er niet toe leiden dat er op grote schaal wordt geprint bij werk en inkomen. Dat is niet de bedoeling.
Het is de bedoeling dat iemand in staat moet worden gesteld om daadwerkelijk zijn of haar dossier te vervolmaken. En op het moment dat dat niet vanzelf kan, omdat iemand bijvoorbeeld niet over, over die fysieke mogelijkheden beschikt, dan zou die daarbij moeten kunnen worden ondersteund. De heer Theeuwis op dit punt nog één keer. Dank u wel. Ik snap de wethouder, ik snap zijn gedachtegang. Ik wil dan wel verzoeken aan de wethouder en ook aan dienstverlening om te kijken wat kunnen wij al digitaal gaan regelen. Want daar zitten ook mogelijkheden in die we op dit moment naar mijn mening nog niet voldoende hebben ingezet en onderzocht hebben. Van welke gegevens kunnen wij gewoon digitaal innemen. Waardoor ook bijvoorbeeld een afschrift van je bank wat je iedere maand moet gaan inleveren, dat je die digitaal kan inleveren. Dat scheelt al een hoop in gestresst en geïrriteerd bij mensen, wat ook de dienstverlening ten goede komt. En op gebied van maatwerk, ik snap dat dat belangrijk is, maar probeer daar ook vanuit de organisatie mee te laten denken en niet te zeggen, ga even naar de Albert Heijn, print daar even en dan komt u vervolgens hier terug. Wethouder De Ridder. Ja, voorzitter, ik heb daar volgens mij in mijn eerste antwoord ook op gereageerd. Ik ben het met de heer Theeuwis eens. Als iemand echt niet in staat is om een print aan te leveren, dan moeten we hem daarbij helpen. En daarnaast ben ik het met de heer Theeuwis eens dat waar het gaat om de mogelijkheden zoals die toenemen, hè, bijvoorbeeld via mijn overheid en dat soort zaken, zijn verschillende concepten vanuit het zakengericht werken, zoals wij dat op dit moment volle bak aan het implementeren zijn en goed werkt. Denk ik dat er inderdaad meer mogelijkheden zijn om dat hele printwerk gewoon over te slaan, of dan te incorporeren in ons eigen systeem, digitaal te houden, wat digitaal is, hè, want dat is het gekke. Dus ik ben daar groot voorstander van, dus om die mogelijkheden zodra die er zijn, of als die er zijn, ook te benutten. Dus die beide boodschappen neem ik in ieder geval mee terug, ook naar de afdeling werk en inkomen. En ook breder gelden die natuurlijk ook binnen de organisatie, maar dit was een specifiek werk en inkomenpunt. Ik sta overigens nog steeds achter het idee dat mensen zelf verantwoordelijk zijn, ook voor hun eigen dossier. Maar op het moment dat ze niet in staat zijn om daadwerkelijk een dossier aan te leggen in fysieke zin, maar dat wel bijvoorbeeld in digitale zin, dan moeten we wel kijken hoe we daaraan tegemoet kunnen komen. Dus dat punt deel ik met de heer Theeuwissen.